Welkom bij Kruid in het Zonnetje. Dit is de tweede aflevering en we gaan het deze keer hebben over de goudsbloem. Maar het is 6 weken geleden dat we het Sint-Janskruid hebben behandeld en toen hebben we ook olie gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er nu uitziet, Saskia. Ja, die ziet er heel anders uit dan toen we hem maakten. Ja, nou, gaan we straks zeker bekijken. Zeker weten. En je hebt de goudsbloem uitgekozen als hoofdonderwerp deze keer. Klopt, want die staan er zo mooi bij en daar kan je nu van alles mee. Dat is echt een goede tijd wat mij betreft. Nou, als afsluiting willen we dan jullie nog een superfood laten zien. Die ken je vast, die groeit overal om ons heen. En toch, er zitten enorme krachten in en we laten je zien hoe je dat voor de winter nu vast kunt klaarmaken. Hey, wat weten we nou van de geschiedenis van de goudsbloem? Nou, goudsbloemen zijn echt heel bekend, ook in de oude literatuur. Je hebt prachtige afbeeldingen van goudsbloemen uit de middeleeuwen, maar ook daarvoor al. Wist je dat de Egyptenaren ze zelfs kennen? De Egyptenaren, de Romeinen, de Grieken. En iedereen kende eigenlijk ook al hun geneeskracht, dus dat is heel bijzonder. Nou, ze werden ook wel gebruikt om dingen geel mee te verven, maar ik heb het geprobeerd met stof, wil het niet. Vetten kun je wel een beetje geel maken met die blaadjes. En het was ook heel gebruikelijk, zeker bij de Romeinen, om gasten te bestrooien met bloemblaadjes. En daar werd dan onder andere calendula voor gebruikt. En bijvoorbeeld van keizer Nero is bekend, als hij gasten kreeg die hem helemaal niet bevielen, dan liet hij ze gewoon bedelven onder de bloemblaadjes en gingen gewoon 100 kilo goudsbloem op. En ja, dat overleefden ze dan niet, want ze lagen immers te eten. Dus het is een plant met een heleboel geschiedenis. Wanneer bloeien ze en waar zijn ze te vinden? Ja, weet je, calendula, de naam die zegt het al, ze kunnen de hele kalender door groeien. En dan moet je denken aan een ietsje warmer klimaat, dus zo'n beetje Spanje. Daar bloeien ze gewoon het hele jaar. En hoe meer bloemen je plukt, hoe meer bloemen je krijgt. Dus het is beslist niet zo dat je ze uitroeit als je ze verzamelt. Integendeel, dat geeft juist een soort groeikracht. Nou, je ziet het, ze worden best wel groot, ze hebben ook wat ruimte nodig en lekker veel zon. Want het is net als de Sint-Janskruid een echte zonnebruid. En wat voor stoffen zitten erin die nou voor de geneeskrachtige werking zorgen? Nou, een van de onderdelen die in goudsbloem zitten is natuurlijk de etherische olie. Dat is ook wat je ruikt, hè? Als je zo'n bloemetje verzamelt. Je plukt alleen maar eigenlijk echte bloemen. Dan ruik je de etherische olie. En er zit natuurlijk ook gele kleurstof in. Dat is vaak een antioxidant, dus die gaat allerlei gif in het lichaam te lijf. En wat je kunt voelen als je die knoppen een beetje beetpakt of die vruchtbodems, dat het plakt. En dat is hars. En hars is heel geneeskrachtig. Dat desinfecteert. En nou heb ik eigenlijk een heel deel van de werking al genoemd. Kijk, als je goudsbloemen gaat plukken en je wilt er direct olie van maken, of tinctuur, dus een aftreksel in alcohol, dan kan je ze zelfs nog wel nemen als ze helemaal open zijn gebloeid. Zie je dat hele hartje, daar is ieder bloemetje open. Als je deze te droog legt, dan krijg je iets wat helemaal uit elkaar valt. Dat wil niet. En kijk, dit is een ietsje jongere goudsbloem. Die moet eigenlijk nog een stukje verder gaan bloeien en dat doet hij dan tijdens het drogen. Dus deze zou je heel goed kunnen drogen voor in de thee. Nou, als je iets wilt maken met goudsbloemen, een aftreksel in alcohol of in olie, dan kun je zowel de gele als de oranje gebruiken. Ik heb het uitgeprobeerd, ze doen het echt allemaal. En ook met een bruin hartje, met een licht hartje. Dat maakt niet uit. En wat je doet is, je breekt de hele bloem in kleine stukjes. Ik doe het altijd met de hand, dan heb ik even contact en dan zie ik ook of er eventueel een beestje in het hart zit, want die hoeven er niet bij. Goudsbloemen moet je niet plukken op een natte, vochtige dag of ook niet als het net heeft geregend. En controleer even het hartje, als je zo met je duim erop drukt en je krijgt een natte duim. Dan moet je ze eerst te droog leggen en dan pas verwerken. Anders heb je kans dat je product gaat rotten. Nou, eeuwig zonde. Ik ga nu tinctuur maken, een aftreksel in alcohol. Het is een soort van natuurgeneeskundige jodium als het klaar is. En wij gebruiken altijd biologische jenever. Dat heet Notaris. Maar sommige mensen doen het liever met wodka. Dat kan natuurlijk ook. Of met brandewijn. En dan giet je gewoon
alcohol bij het potje tot de bloemetjes gaan drijven. Zie je dat? Er zit een klein stukje lucht als het ware. Dat is alcohol onderin. Kun je ook pure alcohol gebruiken in plaats van je never of... Oh nee, dat zou ik absoluut niet doen. Ja, dit is grof geweld, pure alcohol. Dus die maakt allerlei fijne stoffen die in de plant zitten helemaal kapot. En daarna moet je hem dan alsnog weer verdunnen naar 35% voordat je het in kunt nemen. Dus zo'n jenever is veel milder. Dat doet veel meer recht aan de inhoudstoffen van de plant. Nou, tinctuur, dat kan je zowel innemen, dus je kunt er druppels van nemen. En dan gaat het om ongeveer om 3 keer 10 per dag bij na bijvoorbeeld operaties in het lichaam aan hele fijne vaatjes of aan eileiders of zaadbuisjes. Alles wat eventueel littekenweefsel zou kunnen maken. En daar is goudsbloem echt uitstekend voor. En het is ook heel fijn bij ontstekingen in de maag, maar dan zou ik eerder thee drinken dan iets met alcohol nemen. Ja, want je noemt nu even thee. Welke toepassingen zijn er nog meer? Nou, inderdaad dus thee. En thee gebruiken we ook eigenlijk bij alle ontstekingen in het lichaam. Goudsbloem is heel desinfecterend. Het zorgt er ook voor dat wondjes in het lichaam binnenin mooi helen. En zelfs na operaties zou je dan van buitenaf zalf kunnen gebruiken van goudsbloem. En van binnenuit de thee. Dus dan werk je van twee kanten om het extra sterk te maken. En dus we hebben een tinctuur en we hebben een thee. En wat zijn nog meer gebruiken wat je met goudsbloem kan doen? Nou, je kunt er heel goed olie van maken. Dit zijn goudsbloemen die hebben 3 weken in de zon gestaan, in de olie. En je ziet dat ze zijn helemaal vergaan en dan moet je voelen hoe lekker warm zo'n pot wordt in de zon. Geweldig, heerlijk. Ja, hè? Nou, en daar in die warmte van de zon ontplooien al die krachten van de goudsbloem zich. Dat doen we dus met verse, droge goudsbloemen, dus op een droge dag geplukt. En hier kan je dan weer zalf van maken of een lekkere massageolie voor in de winter. Okay. En goudsbloem is heel beschermend voor de huid, genezend. Maar het legt ook een soort van laagje over je huid waardoor je minder gevoelig bent voor kou. Dus stel je gaat schaatsen van de winter, een beetje goudsbloemolie. Of voor een baby is het ook heel lekker die nog niet zo goed zijn eigen warmte vast kan houden. Oké, handig. Ja, heel handig. Ja. Dit moet dan nog wel gezeefd. Dus anders gaat het rotten. Dus nu gaan we het door een doek zeven binnenkort en dan is de olie klaar. En wat voor soort olie staat hier op? Er zit in zonnebloemolie. Zonnebloemolie? Ja. Ja, die kan heel goed tegen in de zon staan. Ja, oké. Mooi, hè? Heel mooi. Als je het in het zonlicht bekijkt, lijkt het soms net of er allemaal kleine goudvlonkertjes in zitten. Geweldig. Ja, dat vind ik dan zelf het allermooist. Ja. Ja, wat een feestje, hè? Zo'n veldje met goudsbloemen. Je krijgt ogenblikkelijk een goed humeur. En ik pleit ervoor om dat wat meer te verspreiden in onze omgeving. En het leuke is dat zaad, er is ontzettend veel zaad, kan je nu verzamelen. En kan je gewoon nu al overal strooien als guerrilla gardener, waar je graag een beetje meer goudbloemen in je omgeving wilt. En dan gaan ze in de lente opkomen voordat de slakken wakker zijn. En daardoor zijn ze al best wel groot als de slakken eenmaal beginnen te eten. En die slakken die herkennen dat dan niet meer als lekker hapje. En dan maakt de plant veel meer kans. Kijk, dit is een uitgebloeide goudsbloem. Dus die kan je het beste gewoon laten liggen tot die zaad maakt. En daarna drogen die blaadjes in. Dan krijg je dit. Zie? Dit is een zaaddoosje, die is al ietsje verder. En daarna vallen ze uit elkaar en dan krijg je de zaadjes, die zien er zo uit. En die kan je dus lekker in het rond strooien. Dit is de Sint-Jansolie na 6 weken in de Nederlandse zon. Nou, mooi kleurtje geworden, hè? Heel mooi. Maar hij kan nog mooier. Ja? Ik kan zien dat het niet zo'n hele mooie zomer is geweest. Als je mee moest nemen op vakantie. Ja, dat is waar. Maar ik zet hem gewoon nog eventjes op het dak en dan wordt hij nog net wat donkerder, denk ik. Dat is heel bijzonder, hè, die brandnetel. Die staat overal om ons heen. En ik ben echt 37 jaar langs gelopen zonder dat ik in de gaten had dat er 2 verschillende soorten zaad zijn. En dat is dus mannelijk zaad en vrouwelijk zaad.
En het is heel grappig, het mannelijke zaad dat is veel dichter. Allemaal kleine zaadjes, ze zijn ook knapperiger en ze hangen. En het vrouwelijke zaad dat staat een beetje wijd en dat heeft lichtgele zaadjes. En voor mijn gevoel zit daar meer eiwit in en wat hele andere stoffen ook. Het is moeilijker te drogen. Maar dat mannelijke zaad kan je ontzettend goed drogen. En als je dat nu doet, dan heb je voor de winter een hele goede superfood. Want er zitten allemaal mineralen in. Er zit een beetje eiwit in. Er zit een heel klein beetje olie in. Echt alles wat je nodig hebt om fitte winter door te komen. Nou, Gomasio wordt meestal van geroosterd sesamzaad gemaakt. Met een klein beetje zout. En dan strooi je het over je eten gewoon om een lekkere extra smaak toe te voegen. Maar dit is dus eigenlijk geneeskrachtige gomasio met allemaal mineralen. Kan over een salade, op een boterham, door een sausje. Nou, net wat je lekker vindt. En wij zijn heel benieuwd wat jullie lekkerder vinden, het mannelijke of het vrouwelijke zaad. Nou, en voor de allersuperste superfood kan je dit zaad ook nog laten kiemen in de winter. Dus dan bewaar je het gewoon droog. En als je denkt van nou ik heb nou echt wat extra's nodig, dan spreid je het uit op een nat lapje of zo. En dan komen er vanzelf de kiempjes uit en dan zit er nog meer in. Nou, ik heb weer van alles opgestoken deze aflevering. Vond het hartstikke leuk. Ja, dankjewel Sas voor het delen van jouw kennis. Ja. Ik ben heel benieuwd ook hoe het smaakt, de mannelijke en de vrouwelijke zaden. En ook, ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden en waar jullie het ook lekker op vinden. Ik ook. Dus als je wil, stuur jouw receptje op naar info@earthmatters.nl. Ja, dus ik zeg dankjewel voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Mooi, tot de volgende keer.